Zo. Ja, superleuk dat verhuizen. Zo, jij bent bezig met een poppenhuisverhuizing. Ja, ik ben kapot. Ik heb net al mijn sieraden hierin moeten doen. Ik vind het nog steeds gek dat jij niet zoveel kan. Jullie zijn nu met z'n tweeën, hè? Dat betekent vier handen. Ja. Heb jij verder alles ingepakt? Zeker, zeker. Je hoeft je nergens zorgen over te maken. Ik heb deze verhuizing perfect voorbereid. Er kan niks misgaan. Oké, mooi. Dan ga ik nog even lekker ontspannen in bad. Vol dozen. Waar is James eigenlijk? Dat heb ik allemaal geregeld, Marit. Maak je nog maar geen zorgen. Ga maar chillen in een bad vol dozen. Oké. Okay. Waar is die kat? Ah, die vind ik nog wel. Hey. Hey. Ja. Hallo. Hey. Hey. Top. Nobre. Hey, hallo. Hi. Ja. Wat doet Teun hier? Oh, ja. Teun hoorde dat je ging verhuizen en die wilde je al verrassen door mee te komen helpen. Teun is veel te klein om grote mensenspullen te tillen. Daar hebben we helemaal niks aan. Ja, maar Teun kan die grote mensenspullen uit Marits nachtkastje toch makkelijk tillen? Het heeft gewoon geen zin om Teun mee te laten helpen. Hey, kom op. Dit wordt Teun zijn eerste keer. Al zijn vrienden zijn toevallig een keer verhuisd, telkens als Teun niet kon. En iedere keer als Teun wel kon, werd ineens de verhuizing van zijn vrienden op magische wijze verzet. Ik zeg wel gewoon dat de verhuizing vandaag niet doorgaat. Gaat de verhuizing niet door? Wel, maar niet voor Teun. Hey, Teun! Hey Dylan, verrassing! Ik kom helpen verhuizen. Ik heb zelfs een hele dure verhuisbroek gekocht, zodat ik extra zware grote voorwerpen kan tillen en goed kan squatten. Ik zal proberen om in jullie nieuwe huis mijn kringspier iets beter onder controle te houden. Ja, Teun, slecht nieuws, want de verhuizing gaat helaas niet door. Wat? Dylan! Wat doen we nu te putten boxes? Want ja, wij zijn namelijk een Engels cursus aan het doen via Spotify en Rick die helpt me erbij, dus ja. Dan ga ik maar weer. Goed, doei Teun. Doei vrienden. Oh Dylan, laat je wel weten als je wel gaat verhuizen. Tuurlijk! Okay. Doei. Ja, hij is weg. Oké, jongens, we kunnen beginnen. Het is tijd om deze wasmachine naar beneden te tillen, ja? Klaar voor? Hij verstaat je niet, hè? Oh, geen probleem. Ik heb alles uitgetekend. Hier, kijk, het is eigenlijk heel simpel. Ten eerste pakken we allemaal een hoek. Dit ben jij, Rick. Dit ben jij, Piotr. En dit ben jij... Waar ben jij dan? Ik sta hier aan de zijkant deze tekening uit te leggen. Nou, eerst tillen we dus de wasmachine op. En dan draaien we in een hoek van 90 graden. 90 graden voor een wasmachine? Dat is veel te heet, joh. Nee, Rick, de wasmachine staat uit. Oh, dan heb ik net mijn onderbroek er voor niks in gestopt. Nou, terug naar het plan. We draaien de wasmachine een kwartslag en doen dan een scherpe bocht naar rechts. Op de trap komt vervolgens een duivelse bocht naar links. En dan keren we de wasmachine en dan zijn we er eigenlijk zo. Oh, en beneden staat Janik. Mocht het misgaan, dan kan hij hem opvangen. Nou, kom op jongens. Yes! Ja, kom maar. Kijk naar de tekening, kijk naar de tekening. Ja. Op papier zag je er veel lichter uit. Janik. Oh, let op. Daar komt het hormoonmonster aan. Wat is dit? Je had me beloofd dat er niets mis zou gaan. Ja, oh, maar ik kan er ook niks aan doen, hè. Janik heeft de wasmachine laten vallen. Janik. Dit was mijn favoriete wasmachine. Oh, meisje toch. Het komt wel goed. Wat bedoel je met favoriete wasmachine? Ja, boven staan er nog drie. Oeh, stoffig op zolder. Oké, de tweede wasmachine. Janik staat nu klaar met een vangnet beneden, dus dan hoeft hij niet meer met zijn handen op te vangen. Weten jullie wat de bedoeling is? Oh, wacht, ik leg het nog één keer uit. Hier is mijn plan. Oh! Ah! 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 Oké, top jongens. We gaan eerst nog even naar de stort om wat oude spullen weg te brengen. En dan gaan we naar het nieuwe huis. Oké, maar waar moeten deze dozen in dan? Daarin. In dat ding? Dat heb je echt goed geregeld. Hé, waar gaat u nou naartoe? Moeten we nu met dat ding doen? Ja, tuurlijk, Rick. Het is wel handig om te verhuizen met een verhuiswagen, hè? Zie je? Ik dacht het al. Ik dacht dat Dylan en Rick vrienden waren, maar dit... Stop dan. Stop met emotie eten. Hoe maak ik duidelijk dat ik dit niet leuk vind? Bedenk een plan. Maar wie kan er in zo'n ding rijden? Ja, dat is eigenlijk best wel een goeie. Piotr,
Can you drive? Tak, ale jestem bardzo złym kierowcą. Ah, top! Let's go, jongens! Gelukkig zit alles in bubbeltjes plastic! Gooi die dame weg, ja. Prima. Weet je zeker dat die lamp weg kon? Ja, maar het was heel duidelijk. Gooi die gouden lamp weg. Dat is Marit. Hey, Marit. Hey, Dylan. Ik was even benieuwd, hè. Waar is die gouden lamp van mij? Want ik zie hem hier nergens. Gouden lamp, zei je? Oh, ik dacht dat ze zei, gooi die gouden lamp weg. Nee, ik zei tegen Rick, gooi die oude lamp weg. Waarom zou ik in godsnaam mijn nieuwe gouden lamp weg willen? Ja, dat vroeg ik me ook al af. Maar Dylan zegt dat jij sinds je zwangerschap nogal rare dingen kon zeggen. Dus ik dacht, het zal wel. Hey Marit. Hey. En waar is de doos met de erfstukken van mijn oma? Hoe zag die eruit? Als een verhuisdoos waarop staat erfstukken van oma. Dat is dan misschien niet helemaal duidelijk geweest. Er stond op niet kwijtraken. Oh. Weet jij het? Zo, al het erf moet stuk. Nog een erfstuk. Nog een erfstuk. Nog een erfstuk. Nog een erfstuk. Wat is een erf eigenlijk? Nee, ik heb ook geen idee. Nou, misschien zit hij wel gewoon hierin. Zit Cengiz daar nou? Nee joh, tuurlijk niet waar het. Ik wilde toch echt een miauw. Jullie zijn er wel op achteruit gegaan, moet ik zeggen. Nee, onze nieuwe meubels moeten nog geleverd worden. Jullie hebben niet eens een keuken? Jawel, dat wel. Maar die gasrekening van tegenwoordig is zo duur, is niet meer te betalen. Dus we koken nu op vaccinelichtjes. Is veel goedkoper. Ah, oh, wat is die stank? Teun, wat doe jij hier? Zo, ik heb het wraak jullie hele toilet ondergescheten. Ik wist wel dat je loog. Jullie hebben de hele dag verhuisd zonder mij. Succes met mijn gas. Hé, als je die opvangt, dan kun je daarmee koken. Dat is nog goedkoper. Hé, maar volgens mij ben ik klaar, of niet? Ah! Oh! Oh! Nou, hé, Rick. Dankjewel voor alles, hè. Als ik ooit iets voor jou kan doen, dan hoor ik het wel. Nou, er is eigenlijk wel iets. Mijn vriendin en ik gaan binnenkort ook verhuizen. Ai, ja, dan kan ik niet. Maar ik heb nog helemaal geen datum genoemd. Oh, wat is de datum? 14 april. Dat kan ik niet. Ah, jammer. Even goed tot snel, hè. Vriend. Oh! Au! Ah! Oh, ik haat verhuizen. Ah! Ja, luister. Teun is echt een loser. Wat was dat? Laatste zin, hè? Ja. Op beeld. Vooral de zwangerschap. Ja, onze nieuwe meubels moeten nog geleverd worden. Ja! Zin! Ja! Ja!